Hey, hallo allemaal. Van harte welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Joyce Tresor, nog altijd druk bezig met het onderdagenproject. En vandaag ga ik er weer mee verder. Ik heb weer een leuk ideetje voor de labeltjes die we gisteren gemaakt hebben. Maar voordat we daaraan gaan beginnen, wilde ik nog graag, want ik kwam nog deze tegen, die we een paar dagen geleden gemaakt hebben. En dan wist ik toen even niet zo goed waar ik hem wilde hebben. Maar ik ben eruit. Ik wil hem graag hierboven aan de eerste binding vast gaan maken. Dus ik ga, zoals we dat al meer gedaan hebben, met mijn washi tape een binding maken aan de binding. Een binding aan de binding. Dus deze komt hier helemaal bovenaan. Ongeveer gelijk met het allerhoogste stukje. En dan weer aan beide kanten, zodat die goed stevig vast zit. Heeft hij daar een mooi plekje ook. Anders is het ook maar zonde, toch? Zo. Nou, wat ik wilde gaan maken voor deze kleine labeltjes, is eigenlijk van vellum. Zakjes. Ik wilde eigenlijk de zakjes waar je bijvoorbeeld als je een kaartje gaat kopen, krijg je die vaak in zo'n mooie platte zak. En die wil ik dan zelf gaan maken, maar dan van vellum. Ik heb een pakketje ooit bij Aldi kunnen kopen met allerlei kleurtjes. En ik dacht in eerste instantie aan een witte. Maar we hebben, ik zag ook een beetje een geelachtige. Ja, meer zandachtige kleur. En dat vind ik eigenlijk wel mooi passen hierbij. En ook transparant genoeg om de mooie labels er doorheen te zien. Dus ik denk dat ik hiermee de zakjes ga maken voor die labels. En ik wil dan een wat grotere maken. Omdat we nog ruimte hebben op de vierde binding bovenaan. Tenminste, ik heb dat. Dus daar wilde ik ook nog een vellumzak voor gaan maken. Maar dat doen we zo meteen. Dus allereerst ga ik hem op maat snijden voor mijn labeltjes. Ik had ze al opgemeten en ze zijn zo'n kleine 6 centimeter. Dus ik ga zakjes maken van zo'n 6,2 centimeter breed. En daarvoor moet ik snijden 4 stukjes van 9 keer 13 centimeter. Of 4, 3. Maar er kunnen natuurlijk 4 stukjes uit één vel. Dus 13. Zei ik 13? Ik bedoelde 13,5. Wil ik graag snijden. Dus dat ga ik eerst doen. En dan keer 9. Zo, ik heb er eigenlijk maar 3 nodig, maar er is nog een stukje over. Dus ik maak gewoon een vierde en die komt altijd wel een keertje van pas. Deze ga ik rillen op de lange kant, op de 13,5 kant. En als je vellum gaat rillen, doe dat niet te hard. Dus gewoon zachtjes rillen, zodat er een randje in komt. Op 6,2 en op 12,4. En aan de onderkant ga ik op 1,5 centimeter rillen. Ik ga deze strakjes op mijn gemakje maken. En deze nu even met jullie samen. Waar is mijn schaar gebleven? Dat wordt een lijmrandje. Daar gaan de hoekjes altijd van af. En ook hieronder wordt natuurlijk de bodem van het zakje. Dus dit wordt het lijmrandje om hem dicht te maken en dit, of om de bodem te maken en dit om hem dicht te maken. En dit hier kan er van af. Dus dan krijg je deze vorm. Ik vouw hem eerst even op. Nou zijn er voor vellum speciale lijmrollers.
Ik wilde dit gewoon met mijn gewone lijm dicht gaan maken. En ik heb ontdekt dat als je er gewoon wat lijm op doet en hem uitsmeert, dus in een heel dun laagje uitsmeert, dat je dan eigenlijk nagenoeg niks ziet van je lijm. En dat je hem dan gewoon heel prima dicht kunt plakken. Als je hem zo heel dik laat, zeg maar, dan valt het meer op. Maar als je hem gewoon goed uitsmeert, dat het een heel dun laagje is. Kijk, als ik het zo zou laten, dan zie je straks dat zitten. Maar als ik dit nu zo uitsmeer en dan stevig aandruk, zodat de lijm goed verdeeld is, dan zie je daar helemaal, of nagenoeg, helemaal moet ik niet zeggen, maar nagenoeg niks van. Wat ik wel leuk vind, is dat ik heb een kachtelschaar om dat bovenrandje met karteltjes een leuk extra randje te geven. En nou lijkt het pocketje heel klein, dus ik ga even passen. Misschien past het wel gewoon, als ik het goed gemeten heb. Maar ja, oh, het past gelukkig. Ik had hem iets korter, zodat hij een beetje eruit steekt. Dan ga ik even die andere ook nog maken. En dan gaan we die zo meteen een leuk plekje geven in het grote ideeënboek. Tot zometeen. Zo, daar ben ik weer terug. Ik heb de envelopje of de zakjes klaar. Ik heb ook gelijk van de grotere een witte gemaakt. Zoals ik net al zei dat ik graag wilde doen om aan de binding te maken. Ik zie dat ik hem hier ook al helemaal dicht geplakt heb. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Maar daar ga ik straks nog even mee verder. Wat ik hierop wilde doen, was een paar stempels zetten. En nou weet ik dat Stazon, wat heb ik toevallig ook, kan stempelen heel goed op vellum en op mica. Dus daar wilde ik met dit stempelset, wat je al vaker voorbij hebt zien komen, een paar stempeltjes gaan zetten. Ik heb deze vinger nog nooit gebruikt, dus die wil ik heel graag een keertje gaan proberen. In elk geval. Deze vinger, het is eigenlijk een hele hand, hè? Hij zit zelfs nog een beetje vast. Een stempelblokje. Het hoeft niet helemaal volgestempeld, maar... Oh, ik moet wel eventjes... Er zit nog een extra folie op. Zo, even goed laten drogen. Ik denk dat die nog wel snel besmeurt, zeg maar. Waar waren mijn doekjes? Ja. Zo, hebben die ook weer een keer voor het eerst gebruikt. Zitten er nog wel meer op die ik nog niet gebruikt heb. Zoals deze letter, cijfer 3. Och, zit ik weer. Ik kan hem er wel even afhouden. Zo snel droogt het niet uit, denk ik. Yes, nice. En ik heb deze nog niet gebruikt. Ik heb er wel meer nog niet gebruikt, maar ik denk dat deze wel leuk is. Ik moet alleen even kijken of die niet te lang is. Nee, die is perfect. Die ene die over is, die bestempel ik nog even niet. Die extra kan ik nog kijken wat ik daarmee ga doen en of dat er überhaupt wel bij zou passen. Zo. Misschien dat toch nog een paar. Overal nog één extra met een cijfertje of zo. Denk wel leuk. En daar wou ik het dan bij laten.
wil graag dat je de leuke tekst die we gemaakt hebben er echt nog wel doorheen kunt zien een beetje. En als ik hem dan helemaal vol zou stempelen, dan verdwijnt het helemaal. Hè? Zou ook jammer zijn, toch? Welke zou hier nog leuk bij zijn? Lastig, als je zoveel keuze hebt. Deze. Ik heb hem nog niet gebruikt. Perfection. Zo. Die aan de kant. Dit opruimen en die nog even laten drogen, want ik zie ze nog glimmen. Die hebben echt wel even de tijd nodig om goed te drogen. En dan gaan we ze straks in het grote boek, in het grote ideeënboek, erbij zetten. En ik heb al een ideetje waar ik dat dan wil. Ik moet alleen even kijken of het ook echt leuk staat. Maar misschien kunnen we wel... Want ik had ook een idee toen ik net die witte wat groter aan het maken was. Ik heb al best wel lang mijn embossing folders niet gebruikt. En ik had wel eens vaker geprobeerd om vellum door de embossing folder te halen. Maar dan scheurde die. En nou zag ik laatst een filmpje. Een tip van iemand. Ik weet niet meer waar. Ik zag het op Pinterest. Dat je dus vellum toch kunt embossen. Maar dan samen met een extra velletje papier. Dus nou, ik heb hier zo'n blokje. En ik dacht, ik ga het maar gewoon proberen. Laat ik het gewoon eens proberen. Want anders gebruik ik het niet. En nu denk ik er een keertje aan. Dus dit samen met een velletje papier in de embossing folder. Ga ik nu even proberen. En dan laat ik zo zien of het echt werkt, die tip. Nou, het is gelukt hoor. En niet gescheurd. Gaaf, hè? Dus ik had gewoon een stukje papier erbij. Die is nou ook mooi geëmbost. Dus die weet dat we daar nog mee kunnen doen. Die bewaar ik natuurlijk. En dan heb ik hier het zakje. Ook prachtig embost. Even kijken of ik er nog wel wat in kan doen. Want dat dan niet helemaal aan elkaar vast zit. Even met liniaal. Ja, top. Nou, ga ik even het grote boek er weer bij pakken en je laten zien waar ik het had bedacht. Dit is de eerste binding. Hier hebben we de tweede binding. De derde. En dan hier in de vierde hadden we die verticale pockets. En daarboven was nog ruimte. En daar dacht ik, daar kan ik mooi deze envelop. Of envelop noem ik het steeds, maar het is eigenlijk maar gewoon een zakje op gebruiken. En dan kunnen we natuurlijk later nog weer iets moois in stoppen. Maar voor nu hebben we dan in ieder geval daar ook iets moois. En niet meer zo'n gat. Het begint langzaamaan een beetje geheeld te worden. Hè? Dus ga ik weer met washi tape. Even kijken, ongeveer zo groot. Aan beide kanten tegen de binding aanplakken. Natuurlijk ook. Zo. Nou heeft iedere binding iets. Alleen de allereerste, die heeft nog wat ruimte voor later. En die kleine... envelopjes die we net gemaakt hebben, die nog altijd niet droog zijn. Ik ga die heel even met de heat tool doen, want anders dan besmeur ik het straks, zou zo zonde zijn. Maar het duurt dan al zo lang, vind ik. Zo, gelukt toch? Waar ik ze wilde doen, was hier, of is hier, moet ik zeggen. Ik denk dat ik ze zo hier onder elkaar op ga plakken. En dan die leuke labeltjes erin, dat ze een beetje zo uitsteken. Dus dat dit toppertje leuk zo uitsteekt boven die
die grote side pocket die we gemaakt hebben. Dus ik heb nodig mijn lijm. Ik ga me nu iets minder druk maken over dat het uitgesmeerd is. Want het labeltje komt er toch in en het is de tweede laag. Dus je ziet dat toch niet zo erg. Laatste. Oei. Zo, even die plakvinger. En de speld even in mijn fles. En dan pakken we die mooie labels. En die kunnen dan mooi in de zakjes. Ik weet niet, wil je een filmpje aan het maken? Wil je wat vertellen? Ja, ik was nog niet helemaal klaar, maar wel bijna. Oh, dan kom ik zo kijken. Goed? Oké. Okay. Zo, twee heren aan de buitenkant. En hier het labeltje met de dame. Heb ik hier nou aan dicht geplakt? Even kijken of ik er nog in kan. Zo. Kijk, dan kan je leuk door het vellum heen de labels nog zien. Klein beetje extra door het gestempelde op de zakjes. En hier aan de andere kant zie je leuk die toppertjes eruit steken. Ik vind het leuk. Wat vind jij ervan? Laat het me weten onderin de reacties. En ga er lekker mee aan de slag als je daar zin in hebt en het een leuk idee vindt. Ik ben natuurlijk weer heel benieuwd hoe dat wordt. Dus laat het me zien op onze Facebookgroep Low Budget Creabeas. En, oh ja. Altijd leuk, duimpje omhoog. Dat is het, als je geen tijd hebt om een reactie te geven. Duimpje omhoog ben ik ook altijd heel erg blij mee. Ben je nog geen abonnee op mijn kanaal? Druk dan op die abonneerknop. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende. Doei doei!